mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag is het tijd voor de laatste F1 2020 Career Mode bij Williams. We gaan naar Abu Dhabi, de finale van het seizoen en dan gaan wij door naar het volgende team. Dit is de laatste dag dat je kan stemmen op de teams, dus vergeet dat zeker niet te doen. En dan gaan we aan ons volgende avontuur beginnen bij AlphaTauri of McLaren. Mensen die waren ook aan het zeggen van, oh, blijf bij Williams, maak er het beste team van. Maar ik vind het dan wordt het een beetje te veel van hetzelfde. En dan kijken we er misschien iets te snel op uit. Want ik wil nog graag waarschijnlijk dan door naar AlphaTauri. Misschien dan nog een tussenstap bij McLaren en dan naar Red Bull door. Zodat we nog 2 à 3 seizoenen hebben. Totdat de echte raceactie pas weer gaat beginnen. We moeten ons even flink vermaken de komende 3 maanden. Dus ik ben hier met Career Mode. En als je dat niet wilt missen, smijt dan vooral op dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent. En vergeet zeker niet om dat belletje aan te zetten. Zodat je geen enkele video mist. We uploaden bijna elke dag. Die kerstdagen zijn geweest. Dit komt zondag online. Dus hey, hopelijk hebben jullie een fijne kerst gehad. En dan is het alweer bijna het nieuwe jaar, jongens. Hier hebben we de performance comparison. Er is wat verschoven in het klassement. Want AlphaTauri en Renault die staan er voor ons. Maar wij staan voor Alfa Romeo en Haas. En dat was ook zo. Dus kunnen we nog iets upgraden? Not really. Dus dat gaan we dan ook maar niet doen. Er komen 2 upgrades aan. En kijk, iedereen is steeds dichter bij elkaar aan het komen. Dus laten we hopen dat we gewoon even lekkere races kunnen doen. Nou, die ene training laten we gewoon lekker deze dingetjes zitten. En dan gaan we het seizoen even goed afsluiten. Mercedes is kampioen. Bottas is ook kampioen. Als driver. Meer hebben we niet te vertellen. Let's get to the final race of the season. We beginnen de week. En we krijgen de rear wing and plate upgrade. En weer weekly resources. Tijd om een korte training te doen. Dat we de track weer eventjes kennen. En dan gaan we beginnen met de kwalificatie en de race. Zo, dan hebben wij 390 puntjes binnengehaald bij de training. En zitten we weer op 1.6k. Laten we dan nog maar een upgradeje doen voordat het seizoen klaar is. En we zijn ook alweer level 10 bij de driver acclaim. Nou, en welke upgrade kunnen we dan gaan doen? We kunnen hier eentje gaan doen. 1.6k front wing gurney flap. Nou, nog nooit van gehoord. Maar let's give it a go. Succes ermee. Nou, alle onderdelen staan goed. En deze gearbox is prima. Die practice gearbox was alleen aardig versleten. En volgens mij blijft het droog. Ja, blijft droog. En we gaan in de nacht racen. Dus let's go. En dan zitten we dan klaar voor de kwalificatie. De setup staat er al op. En we wachten eventjes tot er iemand naar buiten gaat. Zodat we niet als allereerste zijn. En er gaat al iemand. Dus laten wij ook maar gewoon ons rondje gaan neerzetten. En dat is een tijd achter Stroll. Laten we even kijken waar we precies staan. En of het een beetje goed is. Nou, Pierre is snel. Daar staan wij. En de rest heeft nog niemand even een tijd neergezet. Ik zet maar alvast mijn nieuwe set banden erop. En dan gaan we even wachten. Oké, lijkt erop dat het niveau weer lekker hoog is in Abu Dhabi. Dus misschien kunnen we er nog 3 tienden afrijden en Grosjean verslaan. Maar voor de rest denk ik dat het best wel lastig wordt. En dan gaan we, jongens. Iedereen gaat weer voor zijn laatste run naar buiten. En dat doen wij ook. Ah, en niet een goede ronde. 3 tienden hebben we afgereden. P19, de AI is te snel op Abu Dhabi. En daar hebben we de full grid, jongens. Lewis Hamilton de laatste keer op pole met Bottas, Leclerc en Max Verstappen achter zich. Dan hebben we Vettel, Perez, Ricciardo, Stroll, Kwiat en Pierre Gasly. Russell, P11, netjes joh. Met hier Giovinazzi, Sainz, Kimi, Albon ook met een penalty. Grosjean, daar staan wij met Norris achter ons. En Ocon en Magnussen zijn als laatste. En dan hebben we de strategie. Nou, daar verandert niet zoveel aan. Dus laten we gewoon lekker gaan beginnen. En het seizoen goed afsluiten. En dan gaan we dan. Klaar voor de start. Die duurde heel lang. Maar we zijn goed weg. We hebben echt een goede start. We kunnen hier aan de binnenkant bij. Oh my god, Albon. Als hij niet opeens mij een hartverlamming gaf. Ik ga wel achter hem. En ah. Oh my god. Ik zag echt mijn front wing in 10.000 stukjes. Ja, ik tikte hem een beetje aan. Ik geef die posities terug. Sorry, Sainz. Het was even panic in the building. Nu weer het lange rechte stuk op. Jeetje.
Ze zijn allemaal snel. Ze zijn allemaal ontzettend snel. En we zitten hier op start-finish. Sainz die verdedigt een beetje de binnenkant. Dus dan kunnen we geen actie uitvoeren. En nu moeten we gewoon ons teammate volgen. En kijken of hij Sainz een beetje kan ophouden, zodat we hem wel kunnen inhalen. Ik ben weer bang dat we in een DRS-trein terechtkomen als we niet snel langs Sainz en Russell terechtkomen. Want dit ziet er niet best uit. We zitten echt in een treintje hier. Treintje Sainz, treintje Russell. Dan hebben we volgens mij twee Alfa's en twee Alfa Tauri's. En die wil ik eigenlijk allemaal inhalen. Nou, we moeten tijd gaan winnen met onze pitstop, want dit gaat helemaal nergens heen. En dat is denk ik ook de enige manier hoe we een plek kunnen pakken. Of een aantal plekken. Maar nu weet ik niet meer precies wat onze strategie was. Oh, dan blokkeer ik even voor mijn wielen. Maar ik moet gewoon even opletten wanneer Russell naar binnen gaat. Van ja, die staat voor ons, dus die krijgt de voorkeurstrategie. Echt joh, we kunnen niks. We kunnen niks. We gaan deze ronde pitten. En dat is maar beter ook, want er is echt... Er is gewoon niks te doen hier. We kunnen gewoon niks doen aan deze trein. Oh, ik ga per ongeluk naar de 8. En daar heeft Albon op zitten wachten. Een foutje van mij. Maar niemand kan er langs hier. We zitten echt in de slowste trein ooit. Kom op man, rijden. Maar niemand kan elkaar inhalen. Niemand. Oh, wauw. Volgens mij heeft één van de Racing Points schade of iets. Want hij wordt door iedereen ingehaald. En dat is misschien ook wel de reden dat deze hele trein zo sloom is. Dit is echt... Ja, we gaan bijna achteruit. We gaan bijna gewoon achteruit de circuit over. Nu hoop ik dat Russell niet gaat pitten. Anders dan hebben we een probleem. Dan moeten we een rondje buiten blijven. Maar hij gaat niet pitten. Good for you. Oh, kom op Sainz. Oké, we gaan met die banaan. En daar gaan we weer achter Sainz en Kimmy. Jij reed toch voor hun? Oké, Sainz heeft een plekje gewonnen. Kimmy heeft een plekje verloren. En wij hebben ook aardig wat tijd op Sainz verloren. Nou, als Perez nu schade had, dan zou het nu toch opgelost moeten zijn. En Sainz zet hem er meteen naast. Ik denk gewoon dat hij een motorprobleem heeft. Wat hij natuurlijk ook in de echte race had. Heeft hij misschien nu ook gewoon weer. Oké, dicht achter Kimmy. 2/10, 1/10. Ik ga aan de binnenkant kijken. Ik zit aan de binnenkant. Ja. Klein beetje contact. Oeh, hij komt weer buitenlangs. Dat zou ik niet hier doen, nee. Teammate in de pits. Kijken of we daar ook wat plekken van hebben gewonnen. We moeten eigenlijk voor Russell weer uitkomen. George is in the pits. George is in the pits. Oh, en Perez die brak weer een beetje uit. Kijk eens wat een drukte in de pitstraat. Oh my god. Russell die rijdt hier P12. Perez gaat heel traag. Ah, Russell zit nog voor ons. En we zitten hier naast Albon. We hebben een slechtere stopgat hoor. Ja, maar hallo. Nu heb ik de binnenbocht. Nu heb ik de binnenbocht. Nu heb ik de binnenbocht. Geen contact, geen contact. Nu heb ik weer de binnenbocht. Nee, hij zit niet meer naast me. Nee, we hebben geen tijd gewonnen met de pitstop. We gaan wel hopelijk hier Perez even inhalen. Want die gaat echt zo sloom als een aardappelkroketje. Ja, ik zei aardappelkroketje. Maar hij is echt traag. En dan kunnen we Russell ook pakken. En dan hopelijk Giovinazzi voor P11. En dan gaan we jongens achter Russell aan met DRS, ERS en alles. We gaan hem voor de full send gooien. En dat is een nette send hoor. Did I send it or did I didn't send it? Oh shit. Hij kan hem misschien terugzenden. Oh, een tiende. Nee, dat kan ik niet. We survived. Nu Giovinazzi zijn plekje afpakken.
En voor de science, dat gaat al lastig worden. En dat is weer net in die punten. Net in die puntjes. En kijk eens aan, jongens. De aansluiting bij Giovinazzi is gevonden. Hij heeft geen DRS. Wij hebben wel DRS, maar onze ERS is bijna op. Dus ik weet niet of we het hiermee halen. Nee, dit gaan we niet halen. We moeten even nog een paar rondjes sparen. En dan kunnen we hopelijk net voordat de race is geëindigd langzaam. Of hij moet ergens een fout maken. Als die auto dan gewoon even uitbreekt. Dan hebben we meteen feest. Ja, en nu zitten we dichterbij. Nu zitten we dichterbij. 2.8. 2. Hij verdedigt de binnenkant. Ik ga nog meer naar de binnenkant. En nu gaan we samen rustig doorheen. We houden genoeg ruimte voor hem. En dan kunnen we hopelijk nu een beetje weglopen. Russell zit meteen achter hem aan. Dus misschien kan hij me een beetje onder druk zetten. Zodat ik er geen last meer van heb. Voor de laatste twee rondjes. Twee rondjes fuel hebben we ook nog. Dus dat gaat helemaal goed komen. De Alfa Tauri's gaan weer allebei in de punten eindigen. Zelfs voor de McLaren's. Dus ik denk dat Alfa Tauri echt wel een prima keuze gaat zijn. Om leuke races mee te hebben volgend seizoen. Oh god. Gekke spin bijna hier. Hoho. Dat ging nog maar net goed. En dan gaan we de final lap over de race in, dames en heren. Wat een seizoen was het. We hebben een hoop punten voor Williams binnen weten te slepen. Laten we dadelijk even kijken hoeveel punten dat precies nou zijn geweest. Maar we hebben een aantal keren zijn we in de punten gefinished. Dus daar mogen we trots op zijn. Maar het moet natuurlijk beter. En daarvoor moeten we naar een beter team. En dat gaat volgend seizoen ook gewoon gebeuren. En dan gaan wij wel een beetje pijnlijk net die laatste race net buiten de punten finishen. En Perez en Albon en Russell zijn ook nog in fight daarvoor P13. Of in ieder geval Perez en Albon. Nou, Russell is ook wel in de battle daar. Ze zijn lekker met z'n drieën. Terwijl Bottas de laatste race van het seizoen wint. En gewoon even nog laat zien waarom die kampioen is geworden. En dat had hij ook in zijn voorspelling van dit jaar in het echt. Had hij voorspeld dat hij kampioen zou worden? Nou, ik weet niet wat hij dacht, maar no, even close, mate. No, even close. En dan gaan wij over de start-finish. Krijgen we nog vuurwerk? Nee, we krijgen geen vuurwerk. Beetje jammer dit. En daar hebben we wel weer beide Mercedes op het podium met Max Verstappen. Dat hebben we vaak gezien dit seizoen. En nu zien we het weer in de game. En dan hebben we het volledige resultaat, jongens. Dus Bottas, Hamilton, Verstappen, Vettel, Leclerc, Ricciardo, Stroll, Gasly, Kvyat, Sainz. Met daar wij net buiten de puntjes. Giovinazzi, Perez, Albon, Russell van P11 naar P15. Beetje jammer dit met Kimi, Magnussen, Grosjean, Norris en Ocon achter zich. Nou, die hebben er al helemaal niks van gebakken deze race. De volgende keer is het tijd voor de contractonderhandelingen. En laten we nog even één keer kijken naar de standings. We staan 8e met Williams. En waar staan wij als driver? 14e. Dus dat hebben we helemaal niet verkeerd gedaan. Vond je het nou een leuke video en kan je niet wachten op het nieuwe seizoen? Smash dan vooral op dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent en zet zeker dat belletje aan, zodat je geen enkele video mist. En dan zie ik jullie de volgende keer, jongens. Later!